Goedemorgen, lieve mensen. Namens de Bijkerkraad heet ik u van harte welkom in deze viering. U die hier lijfelijk aanwezig bent. En we zijn blij dat we weer met meer aanwezig mogen zijn. Maar ook de mensen die nog steeds via het internet met ons verbonden zijn. We zijn heel blij dat u er bent en dat we op deze manier, het is wel anders dan anders, maar toch een gemeenschap kunnen vormen. Voorganger van vanmorgen is dominee Willemijn van Dijk Heij, de wijkpredikant van Centrum. En het is leuk om een keer iemand uit Centrum bij ons te hebben. Zou vaker moeten gebeuren, denk ik. De muziek wordt verzorgd door Jan Nobel en lector vanmorgen is Ria van der Eikhof. We zijn een moment stil om ons open te stellen voor Gods woord en Gods geest en ons voor te bereiden op de dienst. We beginnen de viering met het aansteken van de kaars en ik nodig u uit dat thuis ook te doen. Daarmee verspreiden we het licht van Pasen als teken van hoop. Een nieuw begin is altijd mogelijk. En we zingen lied 216, dit is een morgen. We begroeten elkaar in de naam van God die sprak, er zij licht en er was licht. In de naam van Jezus, Gods licht in de duisternis. En in de naam van de Heilige Geest, die mensen aan het licht brengt. Amen. We luisteren met elkaar naar het tweede couplet van Dit is een morgen. Laten we samen bidden. Heer onze God, hier zitten is niet vanzelfsprekend. Dat weten we al te goed. Dat weten de mensen thuis die via internet meevieren ook maar al te goed. Waar we eerst veel meer samen waren, zijn we nu opgedeeld in offline en online. In mensen die hier in de kerk zitten,
Mensen die al maanden digitaal vieren. En mensen die zich misschien wel steeds minder verbonden voelen. En God, we maken een periode mee die ons enorm kan laten twijfelen. Twijfelen aan het idee dat u er bent die de wereld draagt. Want de wereld verandert voortdurend. En onze hoofden kunnen de veranderingen niet altijd even goed aan. En ons hoofd kan ook zo vol zijn van de dingen die we om ons heen zien en waar we van horen. Steekpartijen in onze eigen stad. Onenigheid in onze families. Onzekerheid in ons binnenste. We maken ons zorgen om onze geliefden, we rouwen, we proberen op te krabbelen naar tegenspoed. God, al deze dingen moeten eerst gezegd. Er gebeurt altijd veel. En sommige dingen doen ons als mens wankelen. Het tast ons vertrouwen, onze hoop en onze liefde aan. Daarom bidden wij om uw ontferming. Voor uitzicht en toekomst. Voor alle mensen wereldwijd. En we bidden ook voor onszelf. Mag dit moment samen hier vanmorgen in de ontmoetingskerk ons hoop geven, zodat we weten dat we niet alleen zijn. Dat u er bent. En dat wij er zijn. Als stadsgenoten voor elkaar. Als kerk voor iedereen. Zij de goede woorden in ons hart. Maak ons vol van vertrouwen, hoop en liefde. Dat bidden wij om Christus wil. Amen. We gaan luisteren naar de eerste lezing. Leviticus 19, vanaf vers 9. Wanneer je de graanoogst binnenhaalt, oogst dan niet tot aan de rand van de akker en raap wat blijft liggen niet bijeen. En wanneer je bij de wijnoogst druiven plukt, loop dan niet alles nog eens na en raap niet bijeen wat op de grond is gevallen, maar laat het liggen voor de armen en de vreemdelingen. Ik ben de Heer, jullie God. Steel niet, lieg niet en bedrieg je naaste niet. Leg geen valse eed af als je bij mijn naam zweert, want daarmee ontwijd je de naam van je God. Ik ben de Heer. Beroof niemand en pers een ander niet af. Betaal een dagloner zijn loon nog op dezelfde dag uit. Spreek geen vloek uit over een dove. En plaats geen obstakel voor de voeten van een blinde. Toon ontzag voor je God. Ik ben de Heer. Wees niet partijdig wanneer je recht spreekt. Trek onaanzienlijke niet voor en zie machthebbers niet naar de ogen. Spreek rechtvaardig recht over je naaste. Breng het leven van een ander niet in gevaar door lasterpraat over hem rond te strooien. Ik ben de Heer. Wees niet haatdragend als iemand je iets te verwijten hebt. Roep hem dan ter verantwoording en laat niet omwille van een ander de schuld op je, door je te wreken of wrok te blijven koesteren. Heb je naaste lief als jezelf. Ik ben de Heer. Tot zover deze lezing. We gaan luisteren met elkaar naar een lied van Petrus in het land. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel. Ieder van ons schoon water en brood. Een veilige plek, een plaats om te schuilen. Een plaats in Gods licht als tafelgenoot. Voor vreugde ziet God. Laat mensen direct onze sterren geluk.
veel vreugde ziet God, aan mensen die recht onze stemmen, recht en te geluk. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, voor iedere vrouw en iedere man. Niets minder, niets meer, de een en de ander. Het dier van macht is deel van ons plan. Voor vreugde ziet God, naar mensen die recht om te scheppen geluk. Voor vreugde ziet God, naar mensen die recht om te scheppen. Voor jong en voor oud, een plaats aan de tafel, want iedere stem geeft klank aan het koor. Een hand zoekt een hand, de jongste, de oudste, we vinden elkaar en niemand gaat voor. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, beschadigd of gaaf, rechtvaardig of slecht. En ondanks de pijn, een plaats van vergeving, genadig begin van goddelijk recht. Voor vreugde ziet God, naar mensen die weg doen, ze scheppen geluk. Voor vreugde ziet God, naar mensen die weg doen, ze scheppen recht en geluk. Voor ieder van ons een plaats aan de tafel, meer biedt vervuld. Van angsten bevrijd, een plaats om te zijn, een plaats om te worden, getuige van hem, een levend bewijs. Voor vreugde ziet God, naar mensen die recht om te scheppen geluk. Voor vreugde ziet God, naar mensen die recht om ze scheppen recht en Matteüs 13, vanaf vers 1. Die dag verliet Jezus het huis en ging aan de oever van het meer zitten. Er kwam een grote mensenmassa om hem heen staan. En daarom ging hij in een boot zitten, terwijl de menigte op de oever verbleef. Hij sprak hen uitvoerig toe en vertelde gelijkenissen. Iemand ging eens naar zijn land om te zaaien. Tijdens het zaaien viel een deel van het zaad op de weg, en er kwamen vogels die het opaten. Een ander deel viel op rotsachtige grond, waar maar weinig aarde was, en het schoot meteen op, omdat het niet diep in de grond kon doordringen. Toen de zon opkwam, verschroeide het, en omdat het geen wortel had, droogde het uit. Weer een ander deel viel tussen de distels, en toen die opschoten, verstikten ze het zaaigoed. En er viel ook wat zaad in de goede grond. En dat bracht vrucht voort. Deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Laat wie oren heeft goed luisteren. Ik ga verder bij vers 18. Hoor en begrijp dan nu de gelijkenis van de zaaier.
bij ieder die het woord van het koninkrijk hoort, maar het niet begrijpt, komt hij die het kwaad zelf is en rooft wat hun in het hart is gezaaid. Bij hen is op de weg gezaaid. Het zaad dat op rotsachtige grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en het meteen met vreugde in zich opnemen. Het schiet echter geen wortel in hen, oppervlakkig als ze zijn. Worden ze vanwege het woord beproefd of vervolgd, dan houden ze geen ogenblik stand. Het zaad dat tussen de distels is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen, maar bij wie de zorg om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom het woord verstikken, zodat het zonder vrucht blijft. Het zaad dat in de goede grond is gezaaid, dat zijn zij die het woord horen en begrijpen. Zij dragen dan ook rijkelijk vrucht, deels honderdvoudig, deels zestigvoudig, deels dertigvoudig. Tot zover deze lezing. Geliefde mensen van God. Verstaan jullie mij goed? Ik heb het idee dat ik vrij zacht ben. Is het goed te horen? Ja, ik vraag me, doet hij het wel? Deze. Misschien zou het zo jammer zijn als jullie halverwege dat pas zeggen. Ik hoop dat het langzaam beter gaat worden. Dat jullie me goed kunnen verstaan. Is dat wel beter? Ja? Super. Nou. Geliefde mensen van God. We wanen ons vandaag midden in de stad, even op het platteland. Want we lazen twee agrarische gedeeltes uit de Bijbel. En zelf ga ik steeds meer houden van die agrarische beelden. Er schuilt in die beelden vaak een levenswijsheid. Van de natuur valt veel te leren. Zo ook in de gelijkenis van de zaaier, ontdekte ik.
Ja, de gelijkenis van de zaaier heb ik altijd zo begrepen. Als dat Jezus uitlegt dat er domweg mensen zijn aan wie het evangelie niet besteed is. Sommige mensen zijn nou eenmaal niet geïnteresseerd, oppervlakkig, bezig met andere dingen. En sommige mensen hebben wel vruchtbare grond. Het is zoals het is, niets aan te doen. Je hebt nou eenmaal die grond wel of niet. En het is te merken aan de vruchten die mensen dragen. Hoe meer vrucht, hoe vruchtbaarder ze zijn. Misschien is het ook wel daarom dat ik nog niet eerder heb gepreekt over dit Bijbelgedeelte. Want op die manier denken over mensen in categorieën en instrumenteel als zoveel mogelijk vrucht dragen, laat jezelf onmiddellijk een mislukkeling voelen. Want wie kan er nou van zichzelf zeggen dat het evangelie zo lekker wortels schiet in je leven? Wie voelt zich aangesproken als het gaat om dat het evangelie veel vrucht draagt in je leven? Pas toen ik onlangs een boek las dat met de metafoor van zaaien werkte, kwam er bij mij een opening om de gelijkenis van Jezus beter te begrijpen. En ik ontdekte dat ik misschien al die tijd de focus verkeerd had gelegd. Ik focuste bij het verhaal van de zaaier op het resultaat, de oogst. En ik hoorde vooral Jezus zeggen dat je een grote oogst moest hebben, veel vrucht moest dragen. En eerlijk gezegd denk ik niet dat ik het mezelf kwalijk kan nemen, want ik denk dat wij in een oogstcultuur leven, gericht op het resultaat, de opbrengst, de winst. Wij oogsten het liefst zoveel mogelijk. Denk maar even mee. Een Amerikaanse econoom voorspelde in 1930 dat we in 2021 een 15-urige werkweek zouden hebben en enorm veel vrije tijd. En de New York Times voorspelde in de jaren 50 dat we die vrije tijd zouden vullen met hobby's en ons gezinsleven. Nou, in sommige landen wordt er inderdaad minder gewerkt, maar denk bijvoorbeeld aan de VS, waar we ons vaak graag mee vergelijken. Daar werken de hoogopgeleiden juist meer dan ooit. Het zijn inmiddels de grootste workaholics in de wereld. Ze werken meer uren dan de armere mensen in de VS. En dat is een enorme verschuiving in de economische geschiedenis. Ik las ergens: de mens is zo angstig als alles waaraan hij gehecht is. En ik denk dat daar een kern van waarheid in zit. Hoe meer je oogst, hoe meer je bezit. Hoe meer bezittingen je kunt verliezen. Hoe meer je je best gaat doen om die veilig te stellen. En daarnaast vinden we werk natuurlijk ook gewoon vaak leuk. Hoe meer succes, hoe meer dopamine. Werken en leven vanuit een oogstmentaliteit is gewoon heel aantrekkelijk. En zo ontstond onze maatschappij, een samenleving die gericht is op resultaat, kapitalisme, focus, groei. De opdracht die de Israëlieten krijgen in Leviticus 19 is voor mij daarom juist zo'n eye-opener. En dan gaat het mij vooral om de eerste versen die we lazen. Het volk Israël krijgt de opdracht om de randen van de akkers niet te maaien. En om de druiven die in de wijngaard vervallen zijn tijdens het oogsten niet op te pakken. Nou zijn wij ook steeds beter aan het worden in minder randen maaien. Wij doen dat voor de bijen en de insecten. Israël krijgt de opdracht de aren in de randen van de akkers en de gevallen druiven te laten liggen voor de armen en de vreemdelingen. Het volk krijgt te horen dat ze niet alles eruit moeten halen wat erin zit, omdat ze daarmee ruimte overhouden voor anderen. Nou, hier zou je al een hele preek over kunnen houden, over hoe je dat principe in je leven zou kunnen toepassen, om ruimte te houden voor een ander en niet alles weg te graaien, ook al is het van jou. Ik hoorde deze week een quote van Albert Schweitzer die hierop van toepassing is. Ik ben leven dat wil leven, te midden van leven dat wil leven. Die bewustwording is een heel Bijbels principe. Maar goed, wij oogsten dus graag. Het zit helemaal verweven in onze westerse geschiedenis en in onze mentaliteit.
Onlangs liep ik door het Scheepvaartmuseum in Amsterdam en zag de tentoonstelling over de Indonesische Banda-eilanden en hoe onze mentaliteit van oogsten en graaien in de Gouden Eeuw de bevolking daar verwoest heeft. Alleen maar focussen op oogsten en alles voor jezelf willen houden, werkt vernietigend. Jezus heeft het in zijn gelijkenis in eerste instantie niet over oogsten. Zijn gelijkenis gaat niet over een boer die de oogst gaat binnenhalen. Daar heeft Lucas het in een andere gelijkenis wel over. Maar Matthäus niet. Hij heeft het over een verhaal van Jezus met in de hoofdrol een zaaier. Hij focust niet op het resultaat, de oogst, maar op het proces, het zaaien. En Jezus vertelt wat er van belang is bij het zaaien. De grond waarin het valt. Distels komt de zaaier tegen en rotsen, de harde weg, vogels en ook vruchtbare grond. Maar de zaaier strooit het zaad overal, alsof hij er niet bij is met zijn hoofd. Maar misschien is het ook wel anders. Misschien gaat het de zaaier niet precies om de opbrengst, maar om het zaaien zelf. Wie weet maakt hij zich niet direct druk om de oogst. En ik zie daarin een les voor mijzelf. En misschien herken je het wel. Deze zaaier heeft helemaal geen oogstmentaliteit. Deze zaaier heeft een zaaimentaliteit. Hij zaait. Dat is zijn manier van leven. Voor mij is die zaaimentaliteit echt een ontdekking. Als je je dag beoordeelt op wat je gezaaid hebt, in plaats van wat je oogst, dan denk ik dat je een veel gelukkiger mens zult zijn. Dan ben je bezig met het zaad dat je strooit en niet direct met de oogst dat het oplevert. Je hebt dan oog voor dat dingen klein beginnen en dat ze liefde, aandacht, water en zon nodig hebben en geduld. Want je kunt niet aan de rijst trekken, zegt een Chinees spreekwoord al. Jezus vertelt dit verhaal met het oog op het koninkrijk van God. De zaaier is degene die de woorden van het koninkrijk zaait. En die woorden, dat zijn woorden van vertrouwen, hoop en liefde. Daar ben ik van overtuigd. En het punt bij die woorden van vertrouwen, hoop en liefde is dat ze vaak geen direct resultaat hebben. De oogst is niet altijd duidelijk. En met een oogstmentaliteit kom je niet ver en hou je het niet lang vol. Maar als je vanuit een zaaimentaliteit leeft, met vertrouwen, hoop en liefde, beoordeel je de omstandigheden niet bovengronds. Je bent niet gericht op wat het direct opbrengt, maar je bent bereid om een laag dieper te graven. En van daaruit leven te verwachten. Misschien wel op geheel nieuwe manieren. Daarom is zaaien ook een moedige daad, want je verwacht dingen die er eerder nog niet waren. En nogmaals, wanneer je vanuit een zaaimentaliteit leeft, beoordeel je de dag niet naar wat je oogst, maar naar wat je zaait. Het mooie aan de gelijkenis van Jezus vind ik dat hier zo duidelijk wordt wat het hulpmiddel of het instrument van de zaaier is. De grond. Want de zaaier zaait. En het ligt volledig aan de grond of het zaad wortel schiet. Als het over het evangelie gaat, als het gaat over de woorden van vertrouwen, hoop en liefde en hoe die landen, is de grond van belang. We zijn ook niet alleen de zaaiers van die goede woorden, maar ook de ontvangers. Grond waarin die woorden wortel kunnen schieten, hebben we allemaal. Op onze grond komen onze mogelijkheden tot bloei. Daar kunnen de dingen die we meemaken vruchtbaar worden. Je zou kunnen zeggen, onze grond is ons goud. Een goede boer zal niet zijn oogst zien als het goud dat hij heeft, maar zijn grond. Natuurlijk zijn zijn producten ook van belang en doen ze ertoe, maar de grond maakt het mogelijk. En een goede boer zal ook zijn grond in de gaten houden. Wat zijn de behoeftes van de grond? Welk gewas kan er nu groeien? Hoe blijft de grond vruchtbaar? Zo denk ik ook dat wanneer je je eigen grond, verlangens, je behoeftes niet proeft, dat je dan een grond krijgt die vol stenen en distels ligt.
wanneer je je grond verwaarloost en niet luistert naar het verlangen van je hart, waar je behoefte aan hebt, wordt je grond een stuk minder vruchtbaar. Dat geldt ook voor hoe je de woorden van vertrouwen, hoop en liefde in de praktijk kan brengen. In je werk, je studie, je relaties. Als je geen aandacht besteedt aan waar je naar verlangt, waar je behoefte aan hebt, verwaarloos je je grond. Denk maar eens bij jezelf na. Ben je trots op je kinderen vanwege hun prestaties? Of ben je gewoon blij met hen? Ben je op je werk vooral trots op behaalde resultaten en producten? Of ben je vooral trots op je team? En ben je vooral blij wanneer je huis helemaal op orde is? Of kan je ook genieten van een huis dat nog niet klaar is? En zie je de mogelijkheden? Beoordeel je de mensen op hun successen en resultaten, of kan je ook de mogelijkheden zien die ze in hen dragen? Natuurlijk kan je het zaaien en het oogsten niet helemaal tegen elkaar uitspelen. De oogst is ook van belang. Maar sta de komende tijd eens stil bij het zaaien en leg daar je focus op. Jezus geeft ons het beeld mee van de zaaier. Zaai de woorden van vertrouwen, hoop en liefde, in de verwachting dat ze ergens buiten het zicht, onder de grond, wortel zullen schieten. En onderschat nooit de kiemkracht van al die kleine zaadjes. Wij kunnen zaaien en onze grond onderhouden, proeven waar ons verlangen ligt en daarna durven handelen. Neem een stap terug als je merkt dat je overloopt en besteed je kostbare levenstijd aan dat waar je verlangen ligt. Voldoen niet aan de verwachtingen van de mensen om je in je omgeving als dat ten koste gaat van je grond. Je moet je grond niet uitputten. Soms kan een tijd braak liggen heel vruchtbaar zijn. En heb ook oog voor de grond van een ander, wat diegene nodig heeft. En de oogst? Vanuit Bijbels perspectief zou ik willen zeggen: de oogst en het oogsten is helemaal niet aan ons. De oogst is aan God. Amen. Thank you.
dit prachtige stuk muziek van Jan kom ik met de zakelijke dingen, de mededelingen. De bloemen gaan als groet van onze gemeente en als teken van verbondenheid naar Lammy. En er zijn slechtere redenen om de bloemen te krijgen. Lammy is namelijk getrouwd afgelopen woensdag. En precies. En de bloemen, u ziet ook niks staan, die zijn al gebracht bij haar. Omdat men dacht dat ze niet in de kerk zou zijn, maar ze is er toch. Ook het kerkelijk leven gaat weer wat normaler worden. Dat betekent dat de inloopochtenden verdwijnen. Die waren al een beetje weg doordat de examens hier plaatsvonden. Maar in de plaats daarvan beginnen er ook weer de dingen op te starten. Dinsdag is de koffieochtend, de wekelijkse koffieochtend. En donderdag aanstaande om 9:00 start de meditatieochtend. En in de BAVO is vanavond een concert in het kader van de Vespers van muziek van Joodse componisten en met Anton Pauw. Nou, ik vind Jan is een hele goede concurrent van. Ik denk dat Jan het ook heel zo goed zou kunnen daar. Maar goed, mag het bekeer Jan of niet, denk je? Nou, we zullen je promoten. Goed, als tenslotte wil ik u nog wijzen op een bijzondere mededeling ook. 1 juli is de afschaffing van de slavernij, wordt dan altijd herdacht, Ketty Kotti. En de Evangelische Broedergemeente nodigt 15 mensen kunnen er in verband met corona aanwezig zijn. En van buitenaf, van buiten hun eigen gemeente. En de Evangelische Broedergemeente is een Surinaamse gemeente. Maar ik vind het heel bijzonder dat ze in het kader van het herdenken van de afschaffing van de slavernij ook anderen uitnodigen. En dat is gewoon heel leuk. Tenslotte de beroepingscommissie. Ja, er staat in het bulletin wat er moet staan. En het duurt gewoon iets langer doordat we met corona zitten. Omdat er nog maar een beperkt aantal mensen aanwezig mocht zijn in de diensten, kan je daar niet met een commissie van 6-7 man vrouw gaan zitten. Dat betekent dat we met 2 tegelijk. En we merken ook dat het live aanwezig zijn en het via de livestream kijken echt een enorm verschil is. Dus dat betekent dat we meer keren naar eenzelfde predikant gaan horen. En dat kost tijd en dat duurt langer. En gelukkig zijn de maatregelen wat versoepeld. Zodat we met 60 personen er mogen zitten. Dus dat maakt het wel iets makkelijker, maar daardoor kost alles wel veel meer tijd. En als laatste mededeling de collecte. De eerste is voor de diaconie. En de tweede is voor de kerk in actie noodhulp voor de kerk. En dat is voor gestrande vluchtelingen. U kunt het lezen. Dramatische toestanden soms, dus geef guld zou ik zeggen. En mensen thuis kunnen dat doen, overmaken op de nummers die in het bulletin staan en in de OK staan. En gaan we nu met een mandje of is het toch bij de uitgang nog? Gewoon nog steeds bij de uitgang. Ja, ik wist even niet of dat ook al versoepeld was, maar dat is nog niet. Nee, we hangen. We zitten in de overgangsfase. Dat was het. Deze zakelijke mededeling, die toch ook niet zo heel zakelijk waren volgens mij, maar ook wel tot de kern van de gemeente zijn behoren, gaan we met elkaar danken en voorbeden doen. En we zullen ook stil gebed hebben en daarna mag u met mij hardop meebidden het Onze Vader. Laten we samen bidden. Heer onze God, dank u voor het evangelie. Dat woord dat ons uit onze vaste patronen en gebruiken kan halen. Dat ons een spiegel kan voorhouden. Ons kan oproepen en aanspreken. Ons kan troosten en kracht geven. We bidden, zaai de woorden van vertrouwen, hoop en liefde in ons bestaan. En help ons het kleine te eren. De kiemkracht niet te onderschatten. En vooral ook dingen durven te verwachten die nog niet zichtbaar zijn. God, help ons als we opgebrand zijn, omdat we merken dat we alleen nog maar doelen aan het halen zijn om de doelen. Wanneer we vergeten zijn waarom we ons werk doen, waarom we naar de kerk gaan, waarom we voor een bepaalde studie hebben gekozen, waarom we ook alweer bij onze partner zijn. Breng ons dan terug bij ons verlangen, bij onze intenties.
God, nu ons land steeds meer van het slot gaat, voelen we ons dankbaar. Dankbaar voor de wetenschap die vaccins heeft kunnen ontwikkelen. Dankbaar voor dingen die weer mogelijk zijn. Dankbaar voor dat we weer meer en meer uit ons isolement kunnen komen. We bidden voor de landen waar corona nu zo heftig om zich heen grijpt. We bidden voor de landen voor wie de vaccins nog niet beschikbaar zijn. Niet in dezelfde mate als in de rijke landen. Help ons delen. Maak ons moedige mensen. God, we willen vandaag danken voor alle vaders op deze Vaderdag. Voor elke man die een kind een veilig huis biedt. Voor elke man die zichzelf soms wegcijfert voor het geluk van zijn kinderen. Voor alle liefde en zorg die gegeven wordt. Voor mannen die loslaten, die opvangen, die ondersteunen en die toejuichen. We danken u voor alle vaders in het leven. En we bidden ook, want het vaderschap kan ook zo omgeven zijn met pijn. Omdat de vader overleden is. Omdat er geen kinderen kwamen. Omdat keer op keer een zwangerschap uitbleef. Omdat er miskramen waren of vroeggeboortes. Omdat er geen partner is. Omdat de eigen vader geen goede vader is of was. God, u kent de pijn die in een hart kan leven. Help ons ons leven te delen. Help ons onze pijn kenbaar te maken. Zodat we er voor elkaar kunnen zijn. God, we bidden voor een ieder die ziek is. Die in onzekerheid leeft over hoe nu verder. Voor hen die bezig zijn met behandelingen. We bidden voor hen die weten dat het einde komt. God, help ons deze mensen niet uit de weg te gaan, maar hen trouw te blijven. Dat u in onze zorg zichtbaar en voelbaar zult zijn voor die mensen. Wees nabij. Heer onze God, in de stilte noemen wij u de dingen waar ons hart vol van is. Hoor onze gebeden. Jezus Christus, onze Heer, Hij heeft ons leren bidden. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We gaan met elkaar luisteren naar ons slotlied, lied 418, God schenk ons de kracht.
ons graag de goede woorden van God meegeven, een zegen. En als je wilt mag je de zegen beantwoorden met het hardop uitspreken van het amen. Ga dan heen in vrede. Beoordeel de dagen niet naar wat je oogst, maar naar wat je zaait, aan vertrouwen, hoop en liefde. En weet dat je daarbij nooit alleen bent, want de eeuwige zegent je en behoedt je. De eeuwige doet haar aangezicht over je lichten en is je genadig. De eeuwige verheft zijn aangezicht over je en geeft je vrede. Amen.